Vrijplaats Leiden wordt al meer dan 5 jaar verbouwd. Het gebouw aan de middelste gracht is onderdeel van de oude conservenfabriek van Tieleman en Dros. Reinier Verbeek van Stichting Vrijplaats vertelt hoe de nieuwe Vrijplaats eruit komt te zien. De Vrijplaats biedt een stukje aanvulling op de cultuur in Leiden die er nu slecht was. En in de afgelopen 5 of zelfs 10 jaar zijn er weinig activiteiten in de Vrijplaats geweest. Dus dat komt weer helemaal tot bloei. We zitten nog in de ruwbouwfase. Het zijn allemaal functies die in elkaar grijpen. Het is een heel mooi concept geworden. Het is een ontwerp van de vrijwilligers zelf. Als het straks af is, wat kunnen mensen hier allemaal doen? Mensen kunnen hier elkaar ontmoeten. Dat is de allerbelangrijkste functie. En er zijn een aantal dingen die ze dan tijdens dat ontmoeten of voor of na dat ontmoeten hier kunnen doen. Ze kunnen hier naar theater, ze kunnen hier naar muziekoptredens. Ze kunnen hier spullen wegbrengen die ze niet meer willen hebben. Of ze kunnen hier spullen halen die ze nodig hebben. Ze kunnen informatie halen over hoe het hier in Nederland is en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Ze kunnen informatie halen hoe het in het leven is en wat je daarvoor nodig hebt. Echt iedereen kan hier terecht. De verbouwing wordt volledig gedaan door vrijwilligers. Dat is een enorme uitdaging. Ik heb zelf helemaal geen kluservaring of had geen kluservaring. En ik heb alles, omdat ik dit zo graag wilde neerzetten, alles moeten leren. En dat is gewoon heel zwaar. Kan je voorstellen dat je als normaal mens ineens 600 dakpannen naar beneden moet sjouwen en weer naar boven nadat je het dak hebt gerenoveerd. Dus lichamelijk is het heel zwaar. En het is ook een lange adem omdat je dus afhankelijk bent van vrijwilligers en nooit echt helemaal weet wanneer is het af. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon heel erg empowering of zo. Dat ik weet dat wat er achter elke muur zit, omdat ik dat zelf heb gebouwd samen met andere mensen. Ja, als je daarvoor staat, dan is dat heel zwaar en denk je van, goh, hoe zullen we er ooit komen? Maar als het gelukt is, is het een feest. In hoeveel jaar tijd denk je dat de Vrijplaats helemaal af is? Ik schat over 2 jaar, maar dat schat ik al een tijdje, moet ik eerlijk zeggen. En dat is ook helemaal niet erg. Het gaat gewoon in een tempo zoals het gaat. Aan de andere kant, de Vrijplaats is nooit klaar. Er zal altijd aan gebouwd worden. En ook aan de idealen van de Vrijplaats zal gebouwd worden. En er zullen nieuwe idealen bij komen. Dus echt klaar is het nooit.